Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over een heel bijzonder fenomeen. Maar tegelijkertijd ook een heel gevoelig fenomeen. En dat doe ik omdat ik gemerkt heb in mijn omgeving dat heel veel mensen het daar echt heel moeilijk mee hebben. Dus ja, wie ben ik dan om jullie daarbij niet even te helpen? Weet je wel. Het fenomeen is het fenomeen hanghoofd. En ja, vroeg of laat krijgt iedereen daarmee te maken. Dus ja, dan kan je maar beter voorbereid zijn, hè? Dacht ik zo. Ja, we kennen het allemaal, weet je. Je hebt een lekker wijf gescoord of een leuke gozer. Je neemt hem of haar mee naar huis, jullie liggen in bed en dan gebeurt het. Hij of zij klimt op je. Nou, daar zit je dus echt niet op te wachten. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Weet je wel? Nou, dan kan je een paar dingen doen. En de eerste is voor de meeste mensen het makkelijkst. Want dat doen we al met heel veel dingen die hier op aarde gebeuren. Weet je? En dat is wegkijken of je ogen sluiten. Dus dat kan je doen. Je kan ook het tegenovergestelde doen. En juist de touwtjes in handen nemen en hem of haar op de rug leggen. Hè? Zodat jij er in ieder geval geen last van hebt. En ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is. Dat jij er geen last van hebt. Weet je wel? Dus ja, en aan de andere kant, weet je, als ze opstaan, zijn ze weer gewoon lekker. Dus het is ook een beetje geven en nemen in het leven, weet je wel? Dat gezegd hebbende, denk ik dat mocht je toch degene zeldzaamheid tegenkomen die geen last heeft van hanghoofd, zou ik toch daarvoor gaan. Dus ja, geen dank en een hele fijne dag.